Klikpedalen vast. Dit is Arriere de la Cours. Arriere de la Cours wordt mede mogelijk gemaakt door CoursPret. www.courspret.nl Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij onze podcast over wielrennen Arriere de la Cours. De komende podcast gaat over wielrennen, besproken... Vanuit het oogpunt van driewiele gekken, die alles volgen vanaf de bank, dicht voor de TV. Vandaag aflevering 77. Ik ben Michiel Beemster. En we zitten weer tussen de bruidsjurken. Het wordt een beetje hetzelfde verhaal, Welkom. Dat is wat we de vorige keer ook zeiden. Een prima plek toch? Ja, prima plek. Het is plek, een, een plek. plek om hier te zitten. Jongens, hebben jullie dit weekend nog lekker gefietst? Want wat was het weer? hè? Ja, het was smiddags het mooi weer, maar s ochtends was het wel koud hoor. Het was wel koud ja, want uh, ik uh, was dus aan het fietsen en uh, we, ik moet even goed uitleggen. We zouden dit weekend een clinic krijgen, MTB Clinic ja. uh, Eliminator van uh, Jeroen van Eck, ja. Europees kampioen. Uh, nou ja, wat die precies voor uh, soort maatwerk doet en wie het is, ja, dat weten we nog niet, want we hebben die kliniek niet gehad. Want Jeroen had uh, zijn tweede coronaprik gehad en hij was echt helemaal geveld. Hij had hoge koorts en hij moest gewoon herstellen, dus hij kon hem niet geven. Dus, uh, nou ja, toen uh, zijn we zelf maar uh, los van elkaar ja. een rondje gaan fietsen. En ik was best wel vroeg weg, maar ik had echt toch een beetje koude handen, jongen. Ja, Ik had dat zaterdag, als zaterdag toen, uh, toen, ging ik ook s ochtends vroeg fietsen. En uh, ja, het was gewoon echt koud. Ik had ook echt koude handen. En ik wist ook niet zo goed wat ik ermee aan moest, want uh, je rijdt altijd in de zomer, in het voorjaar, zomer. En in één keer is het heel koud. Ja, daar ben je niet opgekleed op dat moment. Nou, ja, ik zou altijd uh... Koud weer bestaat niet als je maar goede kleren aan hebt. Hè. Nee, ja, maar, ja, precies. Ja, maar ik kan niet meepraten, want ik zat thuis met een, een zere enkel. Dus uh, ik had alleen vorige week s'avonds, ik was wel serieus bezig. Dus ik had in het donker wel een paar ritjes gemaakt, lichtje op. Maar goed, was het was wel uh, pittig fris, ja. Nou, nee, dat ja. wordt dus de volgende uitdaging. Nou ja, weet je, het is gewoon, je denkt dat uh, het is niet zo heel koud is, omdat het uh, net zomer is geweest. Maar als je dan toch op die fiets zit en kijk even op mijn tellertje, stond vier uh, tot zes graden. Dacht ik, wow, dat is best wel, uh, best wel fris. Maar goed, aan de andere kant, weet je, je bent weer een stukje aan het rijden en dan gaat het alweer. Uh, maar, uh, maar jouw enkel in dat Peter, want je stuurt ons wat foto's. Uh, die, uh, die, is, die is een pittig stuk, om het zo maar te zeggen. Ja, daar lag weer een sinaasappel bovenop. Uh, uh, maar hij was voornamelijk heel erg blauw, dus er zit best wel wat bloed in, volgens mij. Ja, dus ja, ik was in Norge, uh, gevallen, dus ik had daar een motorbikewedstrijd gereden. En, uh, ja dat had ik bij mijn enkel geblesseerd, een beetje verzwikt. En uh, ja, ik was gewoon eigenlijk weer rustig aan en begonnen. Echt opbouwen wel, heel bewust van nou, rustig aan doen en niet te gek. En op een gegeven moment nou, eigenlijk voelde ik het niet meer. Het was ook een beetje opgezwollen nog, maar het was niet meer zo erg. Nou, vrijdag was ik even een klusje aan het doen het was een beetje nat op de vloer dan. En echt, het was ook een beetje water, niet eens een half glas bij wijze van. En uh, ja, ik glij eruit, hup, en mijn voet die valt zo dubbel. Dus er zat eigenlijk gewoon nog geen steun in die enkel mm. van die tocht. Ja, en ik ben een wielrenner, geen voetbal. Maar was hij toen ook zo blauw of niet? Ja, was ook flink bouwend dik. Dus waarschijnlijk is hij zwak geweest. Van die dat dan een ja. terug te bredeneren. En dat hij eigenlijk nog niet 100% hersteld nu, was. Nu heb je hem al redelijk gescheurd volgens mij. Ah, ja, hij is goed, doet goed ja. Ja, <laughs> ja, doet het Hij Zo is zo goed, uh, ver, goed verrekt. <laughs> ja, maar je bent in het ziekenhuis uh, spoedijzend Ja, en, dus, op, en uh, dus, je bent niet spoedeisend uh, ge, genoeg. Nou ja, zal dat denk ik druk of zo. Dus uh, zal hadden ja. een tijd uh, om uh, naar enkels te kijken, denk nee, ik dus, dan. Dus uiteindelijk weet je nu nog niet wat je hebt. Nee, maar goed, uh, dat kan gebeuren. En, uh, ik heb vandaag wel even stiekem gefietst natuurlijk. G ga, ah, okay. ga je het de toen nog halen? Moeten nou, we ons ja. zorgen gaan maken dat, dat wij ingezet worden als wisselspeler? Of oh, uh... Dat is een uh... <laughs> uitdaging. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, ik, ik, ik hoop dat ik een wedstrijd kan rijden sowieso. En, um, de eerste wedstrijden, de 24 oktober en 7 november was Noordwijk. En uh, Hoek van Holland Elder. Dit had ik sowieso al gezegd van nou ja, kom, ik verwacht een kleintje binnen nu en een paar weken. Dus ja, wat het dan wordt, weet ik niet, of ik wel of niet mag koersen. Dezelfde al de slag om daar een dame is sowieso. Dus ik was wel voorbereid om wel goed te zijn, maar niet. Uh, ik had nog geen verwachting. Want ja. dan zijn teleurstellingen groot als uh, als die kleine ja. geboren wordt, ja. dan uh, ja. Ja, gaat ja, dat al voor. Dat is veel belangrijker, natuurlijk. Precies. nou ja, Misschien als we ergens een stukje kunnen afsnijden, dat we ook nog wel voor de winst bij kunnen doen. Maar uh, nou, wordt het wordt een beetje lastig in de strand. Voor de, de winst zullen we niet rijden. Uitrijden doen we altijd. Nee. Ja, een stukje afsnijden, dat zullen we niet worden. Ah, ja, dan kun je ook van 100 helden doen. 135 kilometer over het strand. Hoeveel is het ook alweer? 7 november. 7 november? Ja, ja. Dat kan ik niet, dat is mijn dochter jarig. Echt waar. Ik heb nog steeds geen fiets, dus uh, ja. ik heb ook een goed excuus. Ja, ik had Michiel ook al gezegd, ja, dat, dat weekend kan ik geen uh, motorbike clinic doen. Want dan oh, is mijn dochter jarig. Ja. 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 En die weekend erop is je kat jarig. Grappig. Nee, dan kan ik. Weekend <laughs> dus erop kan ik. Geen probleem. <laughs> ja. Als je niet kan, ik rij zo voor. Geen probleem. Nee, er is Ik geloof dat het 13 november het 1K gravel is. Alles gaat gewoon door? Alles gaat door. Oké. Okay. Dus, Enkart uh, Gravel. kaart Gravel. Oké. Okay. Ja, ik sta wel op de satlist. Waar van, is dat dan? In Epe. En uh, wie moeten we even moet verwachten? Mm, Tibor Zwaan. Ja? Ja? <laughs> nou ja. die rijdt wel in hard, Ja. Maar nog een paar van die jongens ja, die ook een rijden. En uh, de, misschien staat Laurens wel en Thomas Dekker. Dat zijn jongens gaan ook rijden, denk ik. Ja, maar die gaan niet voor de winst. Dat is uh, wel mij een ja. totaal nieuwe discipline. Nee, nee, ik heb misschien... geen idee uh, wie daar favoriet nou, zou zijn. Nee, het was toch een beetje hetzelfde. Slag om Noord was toch wel vergelijkbaar. Ja, het is een beetje zo'n strandracen. Het is een veldrijden, motorbike in een beetje. Ja, vind je dat echt uh, gravel het is op een strandrace lijkt? Ja, best wel. Het ja? is dezelfde inspanning. Het is een uur lang vol gas. Okay. En uh, de bochten, wat gravel in Nederland in de veler is eigenlijk meer zand, hè. Dus, ja. uh, maar dat lijkt er toch wel een beetje op slag, veldslag om Noord? Ja, zoiets. Maar het is meer... Het is het echt zonneveld een omloop, misschien even goed daar Zonneveld, nog... die zal meedoen. Ja. Maar het is meer een omloop van... Uh, pak een beetje 13 kilometer omhoog. die hoofd. Ja, en dus of zo, En dan uh, best wel zandpaden. Nou ja, dat is, uh, als jij 13 rondjes op hetzelfde parcours rijdt met zand... Nou ja, iedereen kan een beetje een voorstellen. dat is wel iets langer dan een uur dan, toch? Ja, en ik heb ja dat is langer dan een uur. Maar nee. strandracen is ook, kan ook lang zijn. Ja, ja, maar, ja, maar, maar het gaat erom precies. dat het... Uh, heel intensief is. Ja, nou, ik heb oké. van het weekend een uh, mooi stuk zand gehad, op uh, advies van uh, Peter, maar dat, dat, dat is echt zwaar. Waar was dus, je ook uh, weer? Nou, Harderwijk was ik geweest. Peter had me een mooi lusje extra gegeven. Dus ik heb uh, MTB Harderwijk 2.0. Uh, nee. <laughs> voor de liefhebber van de mountainbike route MTB, uh, kijk even naar Strava. Het is nou een veel mooier rondje geworden. Ja, je, hij, is nog beter. Uh, hij is nog beter. Kan je, je iemand dan, dan ook, ook gewoon een vierkante of zo overnemen en dan, ja, dan ook doen? kan gewoon vierkante komen. Misschien kunnen we hem even uh, bij de uh, show notes delen. Op een show notes. Ja, <laughs> ja, ja, ja dan kunnen we verdelen en dan kunnen mensen het doen. Ja, ja natuurlijk. Serieus. Ja, dat kan. Ja. Maar Daar heb ik geen zin in. <laughs> nee, maar dat, ik wil het wel doen. Nu. Maar er zaten ook echt stukken zand uh, uh, tussen. Ja, en dat vraagt wel bepaalde techniek, doorzettingsvermogen, maar ook echt wel, echt wel kracht. Anders haaien, uh, je. Anders, ja. huien, anders uh, kijk, een meter wel, maar als het toch gauw 10 meter lang is, ja. nou, dan moet je echt wel uh, echt wel goed ja. aan de bak om het, uh, om het einde te halen. En jij dan mag je hoe lang had jij gefietst? Of ik was heb... je eerder afgedraaid vanwege koude handen? Nou, <laughs> nee, want op een gegeven moment, uh, het was meer in het begin, uh, toen zei ik ook tegen jongens, ik heb echt koude handen. Dus, uh, maar ja, daarna ging het alweer uh, weer een stuk beter. Ik had uh, 70 kilometer gefietst. Oh, lekker. Dus uh, ik wilde eigenlijk al wat meer, maar uh, op een gegeven moment uh, ik deed ik mijn vaste rondje met een extra lusje. Uh, ik ben een beetje autist, hè? Dat is <laughs> dus uh, voor de mensen die mij op straat volgen, zien dat ik altijd hetzelfde rondje loop. <laughs> en ook ja, hetzelfde. Nou, om, vind. Het, om het een klein beetje te verdedigen, bij ons hier in Noord-Holland, regio Enkhuizen, Menenblik. Het, het is ook wel relatief eentonig als je in de hoek woont. Dus je ja. kan of linksom of rechtsom, Maar je, ja. je hebt niet heel veel andere mogelijkheden. Dus. Ik woon zelf dan in Hoorn en dan ga ik eigenlijk van het horen uh, nou ja, wat is het, richting uh, Aertswoude, Medemblik, Medemblik en Kuizen, Horen. En nu ging ik helemaal door naar Horen en weer terug, 70 kilometer. Ja, ik vind zelf eigenlijk uh, het lekkerste rondje bij ons, en de geef ik de Westerse Omringdijk... Alleen ja, dat vond ik dan weer net even te kort. Want dat is van 120 of zo, 130. Nou, weet ik ja. nooit hoeveel het precies is, maar het is bij 100 ja. plus. Dus uh, ja, ik merk wel een beetje dat, uh, dat ik uh, weer eventjes uh, ook uh, ik sport sowieso wel bijna ook, uh, elke dag probeer ik te hardlopen of te fietsen. Maar het lijkt me wel lekker om straks weer even een doel te hebben. Dus als we straks uh, hem weer een keer gaan plannen, dan kunnen we daar weer naartoe werken wat mij betreft. Denk Zeker. Dat. Dus uh, dat zou mooi zijn. Hey jongens. Uh, tot zomaar even dus ons eigen gefiet. Uh, het was wel leuk, want ik kreeg zaterdag van mijn vader uh, in een keer een berichtje. Die had het boek gekregen, De Raboploeg van Maarten Koolsloot. En die heb ik namelijk ook liggen, maar ik heb nog niet gekeken, omdat ik uh, nog bezig ben met uh, Harry Potter. Dus uh, voor de mensen. <laughs> maar ik, uh, ik ben bezig. Ik. Uh, uh, we hebben dit boek nog niet gelezen, maar die zegt. Heb uh, je wel eens uh, in dat boek gekeken van Maarten Kooslo, de, de Rabenploeg? Ik zeg. Uh, nee, daar heb ik nog niet in gekeken. Weet je dat jullie als bron worden genoemd? Dus ik zou als bron worden genoemd in het boek van de, het, het, het wielenboek uh, ja. over de wielerploeg. Ik zeg, nou, ik heb geen idee, ik snap ook niet wat die bedoelde. Dus op een gegeven moment, uh, ik uh, kijk bij de bronnen. En dan staan we dus uh, drie podcasten. Uh, een van de Amerikaanse uh, podcast, de uh, podcast in het wiel van uh, Zonneveld. En Arielle Lecour staat als bron van het boek. <laughs> Dus ik dacht, en, hè? En heb je ook opgezocht wat we dan. Nou ja, er, staat, er staat niet bij waar, waar het wordt genoemd in het boek. Heb ik heb het ook doorgebladen, ik kan het niet vinden. Maar dat moet bijna wel geweest zijn met André Jansen. Want die heeft het hele verhaal toen verteld over, over, die, over de opkomst van de Bruijn-ploeg. Ik denk dat hij dat ook gelezen heeft en dat hij daar een stel uit. Uh, ja, maar heeft maar waar gaat het boek dan over? Het gaat wat over dan? de opkomst en uh, de teleurgang uh, of de terneergang van uh, de, de Rabo-ploeg. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat er misschien een anekdote van Annemiek Vleuten in staat, maar die heb natuurlijk ook voor de rauwblok gereden. Of ja. dat zou misschien nog kunnen. Nou, ja, ik vond het in ieder geval wel heel erg tof dat ja. uh, wij als uh, een van de weinige podcasts daar werden genoemd, is Bron in het boek over uh, wielrennen. Uh, Als ja, in Nederland, uh, ja, dat daarvoor, hè? Sowieso. Ja, ik vind het echt, ja. uh, Maarten, super tof. Misschien kan je het ook ons het antwoord nog een keertje <lacht> geven. <lacht> ja. Dat we ook weten wat we precies hebben gezegd. <laughs> ik kan me er niet voorstellen dat het een van onze eigen anekdotes is geweest. Maar aan de andere kant, kijk, wij ah, zijn uh, wel altijd zeer goed research. We hebben zeer goede research, inderdaad. <lacht> ja, <lacht> <Dan> we <kunnen lacht> ja, ja. bellen. Ik was vroeger echt, uh, echt groot fan van de Rabobank-ploeg. Uh, mijn, uh, mijn moeder werkte bij de Rabobank. En ik heb uh, ook in die tijd eigenlijk best wel toen ook die hele ploeg op zien komen, want het ging een beetje de bus van ja de Rabobank gaat de wielrennen sponsoren en op een gegeven moment wij waren echt wel thuis fan van de Rabobank en toen uh, ja werd op een gegeven moment ook uh, uh, de Rabobank ploeg een feit en uh, er werd er in zoveel jaar wel een boek uitgegeven die heb ik ook allemaal, dus ik vond het echt wel heel tof en ik vind het eigenlijk wel echt super vet om uh, als bron met mijn uh, met ja, onze kijken. podcast met ja. uh, met mijn pod jouw podcast jouw podcast uh, om daarin te staan ook al heb ik geen idee wat we precies gezegd hebben, maar ik vond het wel heel tof. En ik vond het ook wel. Ja, we kunnen we hebben Marts Meets nu gehad. We hebben het uh, Rabobankwielenboek gehad. Uh, wat is ons volgpuntje op onze bucketlist? <laughs> ja, leven en genieten, laten ja, we daar ja, maar ja. op houden. Ja. Ja. ja, maar wel tof en zeker ook ja. wel uh, benoemswaardig. En uh, mocht uh, Maarten Koolsloot luisteren, of mocht iemand anders uh, weten wat uh, precies het gedeelte was, dan horen we het graag. Zeker. Ja? Goed, jongens. Uh, de, de ronde van de, de vallende bladeren. Uh, het was dit weekend trouwens niet echt herfstweer. Het weekend ervoor was het, het zeker wel herfstweer. Toen ben ik zelfs niet gaan fietsen en gaan hardlopen. Uh, ik heb voor mij toen uh, in plaats van mijn normale rondje echt, uh, veel meer hardgelopen. Ik heb echt serieus een week lang last van mijn knieën gehad. Dus dat doe ik ook nooit meer. Maar goed, toen was eigenlijk meer het weekend waar we de ronde van Lombardije verwachten. Maar toen was Robert. En uh, nu dit weekend de, de ronde van Lombardijen. Uh, hebben we ervan genoten? Ik vond het wel een mooie koers. Ja. ja. Ik heb ook wel genoten. Zeker. Ja, ja. ja. Ik vind het ook altijd mooi als het mooi weer is. Het heeft ook wel wat. Ik vind het eerlijk gezegd ook mooi als het mooi weer is. Het is minder gevaarlijk, maar het geeft ook wel wat meer sfeer, eerlijk gezegd. Ja. En ja. betere camera-beelden. Ja, dat bedoel ik ook. Het is altijd zo. Italië en uh, slecht weer gaat niet zo goed samen als het gaat om, uh, om sfeerbeelden. Nee, want dan wordt steeds het, het beeld weggetikt en dan staat er weer. Ja, ja de, 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 de weet ik veel, heeft geen bereik en de, dat is gewoon niet te doen. Maar het gevoel vond ik wel een klein beetje gek. Dat eerst Roubaix en dan gelijk naar Lombardije. Weet je ja, normaal ja. is heel lang niks in Lombardije. En nu tenminste heel lang niks in de zin van uh, de klassieke ja, monumenten. Bijna Precies. het begin van het jaar en het eind Precies. van het jaar. Precies. En ja. uh, natuurlijk heb je die Italiaanse koersen allemaal. naar prijs en weet je wat, die koersen. Maar... Uh, ja, nu was het prijs Roubaix en Lombardije eigenlijk in dezelfde week. Ja. Dat is wel toch ja, wel Lom iets anders. Lombardije is altijd, is altijd dat extra toetje aan het eind van het seizoen. En ja. nu waren er meerdere toetjes. Dus ja, dat maakt het minder speciaal. Ja, maar ja. toch. Ik had daardoor ook wel het idee dat, 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 je, dat iedereen er weer eventjes voller op zat. Ik, ik had het idee dat Lombardije dat je wel echt veel aandacht kreeg. Ten opzichte van andere jaren. Nou, andere jaren was het echt ook hé, het einde van het jaar. Het is wel een keertje goed. Nu was het natuurlijk het WK, Roubaix, Lombardije allemaal ja. achter elkaar. De, de, de niet-fans die dan toch wilden rennen kijken, zaten er wel ook echt vol in. Ja. Dat, ja. is, dat is 100%. waar. Eh, Mooi winnaar. Eh, mooie winnaar. Mooie ja, nou, winnaar, ja zeker. Ik vond het wel wat verrassend als ik eerlijk ben. Want hij was de laatste weken echt niet goed. Hij was op het WK ook echt niet goed. Hij was in die, die eerste koersen in Italië. Je hebt natuurlijk voor de mensen uh, uh, die dat niet weten... waarschijnlijk weet je dat heel veel dat wel. Maar zoals je in het begin tijdens uh, omloop, uh, het Volk omloop het Nieuwsblad... Uh, al die Belgische koersen hebt voor het start van het wiljaar, heb je op het eind van het wiljaar al die Italiaanse koersen. Dus de ronde ja. van Emilia, Milaan, uh, Turijn, you know, uh, yeah. al die dat soort dingetjes... En, uh, ja, en als, je dan, als, als je dat een beetje volgde, zag je dat Rooklies heel goed was, dat Jeets heel goed was. Maar Pokachar ja, was ja. oké, okay, maar hij was niet, niet zo goed uh, als hij uh, Maar Pokachar is wel, uh, dat heeft hij de laatste jaren ook wel bewezen. Hij is ook wel heel goed in, uh, in het goed zijn op het, op het juiste moment. Ik kan me herinneren, voor de Tour hadden we het er ook nog over van. Nou, ja, Pokachar, de, de kampioenschappen was hij niet uitmuntend. Hij was niet zo goed. Nou, ja, we hebben het in de tour gezien. Die was dikke oren. die stond ja. er op het juiste moment. Was ja. hij gelijk goed. dat nou ja. zag je nu eigenlijk ook He helemaal eens hoor, helemaal eens. En, uh, ja, en dus ook, die, uh... in die aanloop, weet je, dat hij zei van ik ga de stijl proberen van Remco, weet je, lang aanvallen, een beetje show maken. Ja. ja. Dat deed hij toch wel een klein beetje. En hij had dit ja. ook echt als doel uh, ja. op zijn, uh, zijn uh, jaarplanning ja, staan. Maar hè? het is meer, het is uiteindelijk uh, verrast hij dat hij ook weer op die manier uh, dit ook gewoon helemaal goed aan kan. Alleen uh, ja, als je gewoon naar zijn uitslag keek, dan was het misschien wat verrast. Maar wat jij ook inderdaad zegt, heb jij een punt? Dan, uh, dan was het. Misschien totaal niet verrassend. En dan heeft hij gewoon weer heel goed gepikt. Ja. Ik vond het trouwens wel echt uh, um, uh, uh, een hele, hele mooie kopgroep. Met heel veel sterke namen erin. Ja. En ik vond wel één dingetje wat me opviel. Ik vond toch wel weer van verder wel echt wel bizar knap. Dat hij ja. er gewoon tussen zat. Ja, dat, dat kan toch niet. Dat kan toch gewoon niet. Die gast die is ja. nog aan het revalideren. Die, en die zit gewoon in de kopgroep. Vond die valt de, de volgende uh, groep. hard uit de verwelten vandaan. Nou, hij is niet de jongste meer natuurlijk. Ja. En uiteindelijk zit hij gewoon in de kopgroep. En, en ik ja ik durf bijna... Ja, kijk... Ik durf, ik durf bijna uh, 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 geld op in te zetten als ze hem terugpakken. Dan moet ik hem zien dan kan hij hem gewoon winnen ook, weet je wel. Ja, kijk, die, uh, uh, de slotfase was wel echt helemaal in zijn voordeel. Hè? Afdaling en een klein uh, klimmetje nog. Ja, dat, 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 is, dat is waar hij goed in was. Of ik weet niet of hij daar nog steeds heel goed nou ja, in is. Dat, als uh, vijfde wordt ben je nog steeds heel goed in. Precies, door. ja, dan heb je het gewoon heel goed gedaan. Maar het, het was wel echt in zijn voordeel. Dus als ze hem hadden teruggepakt. Maar ja, dan gaan we als ze ze hadden teruggepakt. Ja. Weet je, dan hadden ze ook gaan springen natuurlijk. Hè. Dan was het ook weer dag-dien, dag die en dag-soms gebeuren. Nee, ja, maar, en maar ik denk dat Rooklied dan ook wel de benen had gehad om. Uh... Want ja, die maar dan wordt uiteindelijk wel nog vier. Ja, ja, maar maar ja. Rooklied was niet zo heel erg sterk, uh, Rommendij. Hij was natuurlijk relatief wel goed, alleen niet zo sterk als je dan andere. Uh, uh, ja, weken daarvoor was. Als je maar dat is ook grappig. Eigenlijk was het ook daarin ook wel apart te zien dat Jeets ook niet heel goed was op het eind. Nee. Nee. En terwijl ze een paar dagen daarvoor we echt domineerden. met dezelfde hetzelfde deelnemersveld uh, bijna. Ja. En uh, ja, je alle verliep. Ja, ik, had, ik had wel het idee dat alle verliep een beetje liep te freewheelen, eerlijk gezegd. Ja. Het liep wel een beetje te kloten natuurlijk. Ja, maar ja, die had ook een ploegmaat voorop rijden. Dus ja, maar het pakken hem om kop uit te Ja, maar ik had wel echt het idee dat hij wel echt heel sterk was. En dat hij ja. eigenlijk gewoon misschien wel makkelijk had kunnen winnen als het iets anders was gelopen. Ja, ik vond het ook wel apart dat Masnada dan eigenlijk ging hoor. Op een gegeven moment, die was eerst de kop aan het rijden. Op een gegeven moment demereert hij of uh, rijdt hij bij zijn weg. Ja. En dan eigenlijk is het een heel gekke tactiek. Wat gaat hij dan doen? Dan rijdt hij naar Pogacar toe en naar Pogacar blijft de kop rijden en hij wint de sprint. Ja, maar je wel, anderzijds, je, je, uh, Alaphilippe deed niks. Niemand deed wat in de groep. Ik nee, denk ja, dat hij gewoon ook, op uh, gevoel uh, gegaan is. Ja, ik denk en, dat ja nou, maar, nou, maar je rijdt Als De, de, de Koninkwiks hebben niet voor plek 2, hè. Ze hebben dan een zekere ja. plek 2. Maar, uh, maar als Maas Nader gaat dicht gaan rijden met alle op zijn wiel, hè. Voor hetzelfde geld. Die dat dus ook gewoon op kop kunnen blijven rijden had hij dicht gereden. Ja. Ja. ja, en dan is de kans veel groter dat Alaphilippe de sprint wint... Ja, en er komt bij dat, dat Jumbo had twee man en dat Kwiksep twee man gehad en hadden ze gewoon twee man gehad nee, die uh, volop kopwerk hadden kunnen. Ja, maar dat erom was hem... naderhand is eentje het gat dicht, dus hij had ook het gat dicht kunnen rijden met Alfie in zijn wiel. Snap ik, bedoel? Ja, 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 volledig, dus volledig. Waarom heb je dat niet gedaan? Dat Alfie mee op ze profiteert. Nou, ze hebben dus gedacht van die anderen zijn misschien sterker. De, we gaan het spel spelen. Dus als hij rijdt, laat de andere even dicht rijden en dan klapt Alfie eroverheen. Dat zou een tactiek kunnen zijn, maar. Ja, als hij zo goed was, Alphiep had gezegd van nee jongen, ik ben goed. Dan had hij altijd voor één ja. plek moeten gaan. Ja, maar ik denk dat er ook wel wat meer speelde, want er, er gebeurde wel gekke dingen. Op een gegeven moment zag je dus Fingergaard en Roglic, Fingergaard nam het voortouw. Eigenlijk wel apart, als Roglic al wist dat hij niet de, de juiste been had, maar prima. Maar volgens mij was er ook iets aan de hand met Israël Cycling Academy, of uh, Nation, uh, hoe die gasten nu ook tegenwoordig heten, Israël. Um, met woed. Want Woods uh, was op een gegeven moment, er gebeurde wat. En toen ging Roglic gewoon uh, zeggen, nou, ga maar, ga maar, ga maar rijden. Ga jij maar rijden, rij uit maar dicht. Toen wachtte ze gewoon. Toen op een gegeven moment ging Woods, ging uh, weer achteraan spreken. Dus ik had gewoon het idee dat er wat onmin was in die groep. Ja. Ja, het was ook een hele gekke situatie, want ze hadden het eindelijk draaien. Hè? op alle verliep na, heel logisch. Maar ze waren eindelijk aan het rijden. En, 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 en ze kwamen op een gegeven moment ook op 31 seconden. Ja. Dus ze hadden er al 20 seconden in. Toen stopten afge... ze dus weer. En één keer stopten ze. Toen dacht ik, Jezus, wat een stelletje. Eetjes ja. bij elkaar. <laughs> ja. Ga gewoon doorrijden. Ja. Je, loopt ja, niet zo maar daarom, niet maar, maar er, er was gewoon meer aan de hand. En uh, je zag het eigenlijk, en dat vond ik ook weer een beetje raar, dat Rooklits en Jates konden niet mee op dat laatste klimmetje. En ja. toen kwamen ze uiteindelijk terug. En die wie worden er uiteindelijk drie en vier? De ja, ja, en Jeets. Ja, ja. dit is toch heel, was gewoon heel raar. Ja, want je ziet wel. dan op een gegeven moment: oké, okay, die gasten komen er hard overheen. Ja. Maar ik weet niet, als er één sporter veel over ze rug kijkt, om het zo maar te zeggen, dan is het wel een wielrennen. Je ja. kan me toch niet vertellen dat ze ze niet gezien hebben. Nou, het gekke was: er was op een gegeven moment ook een, een shot. Daar zag je duidelijk dat Yates en Rogelieds echt al op, nou, ik denk 100, misschien wel 200 meter, uh, die hadden het helemaal laten lopen. Ja, toen is dat camera, die, die heeft zich natuurlijk gefocust op, uh, op de winnaar. En op een gegeven moment kwam dat het sprintje en <laughs> toen race ze voorop. Hè? Ja, Hoe dan? Ja, het toch het heel Alsof raar ze hebben lopen... Achter een motor. <laughs> ja, ja nou, over dat, maar ze hebben gewoon lopen kloten daar al ja, uh, zag, zag om, om, om de derde plek. Ze waren gewoon echt in onmeer met elkaar. En aan de andere kant, als je dan kijkt wie de tijdelijk vijfde wordt uh, in dat sprintje, toen was het dus uh, ja. verder maar uh, ja, heel apart, heel apart. Uh, maar uh, aan de andere kant uh, gaat het om de winnaar. Uh, fantastisch. Uh, nou, de nummer twee, natuurlijk een mooi verhaal. Heeft ook in het verleden, want volgens mij heeft Jeroen van Bellegom het echt wel twintig keer gezegd in de laatste vijf kilometer van de ronde van Lombardij. Het was natuurlijk alleen maar op Eurosport te volgen. Ja. Dat uh, hij... Ooit de, bij de belofte ook de ronde van Lombardije ja. heeft gewonnen. Nou, hij bleef het maar herhalen. Ik denk, nou, op een gegeven moment weten we nu wel dat hij dit deed. Maar goed, wij hebben het nu ook weer over. Hij komt zelf ook uh, uit de buurt vandaan. Nou, ja, we kennen allemaal uh, het verleden van, uh, van uh, dat gebied. Als het gaat om corona en wat er allemaal gebeurd is de laatste tijd. Dus ja, misschien... Uh, ja, misschien mocht hij ook wel gewoon ja. van Quickstep gaan. En dat was het ook ja. wel mooi geweest als hij wel had gewonnen in plaats van Pogga. Maar ja, ja. Poggetje was gewoon ja, te goed. Om, te, om terug te komen ook op Pocket. We hebben het al vaker benoemd. Maar de manier van koersen, ja, het, het staat me wel echt aan. Ja. We begonnen er een aantal jaar geleden mee met van Pool en in mindere mate van aard. En op een gegeven moment kwam even een Pool erbij. Heel vroeg aangaan, heel vroeg koers willen maken. Ja. Ja, Pokacha die deed het nu ook. Ja, ik vind het wel echt een fantastische manier van koersen hoe het tegenwoordig gekozen wordt. Niks meer wachten tot de laatste tien kilometer. Nee, zeker, zeker. Of Het laatste uur. Ik kan me nog heel goed herinneren dat, uh, dat ze altijd zeiden: het laatste uur, dan begint de finale, dan moet je er wel over zitten. Ja. ja, tegenwoordig moet je gewoon vier uur van tevoren al zitten. Ja, en mis je en elke van de slag. keer flikken ze het weer. Als je bij Roubaix ziet, is dat van de Poel het opengooit. Ja. Uh, het is bijna gewoon wachten tot, uh, tot iemand weer gaat van de grote jongens. Ja, en ik oh, vind het een heerlijke uh, manier uh, van koersen. Ja, staat me echt wel aan. Zeker eens. Heel ik, mooi. ik weet dat de thuisronde er anders over denkt, want die is me nu langer kwijt. <laughs> maar ja, 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 ja. <laughs> ik, ik vind het wel mooi. <laughs> ja, ja, je, kijkt, je kijkt toch al eens, Denuus, je maakt me ook niet meer zo van ja, ja, dat is waar. Maar ja, goed, Robert en het WK, ja, dat is voor de thuisronde natuurlijk wel funest. Hè. Als dat al zo vroeg overbreekt, dan, ja. dan zie ik het dus wel echt de hele nou, ik met eerst, heel veel plezier te kijken. Ik zal je het ook nog vertellen: met Robert had ik een, uh, een uh, soort zwageruitje met mijn vader en uh, mijn zwager. Ja, dat kan ik alleen maar zeggen. Nou ja, kijk, toen had ik, dus gewoon, had ik gewoon het iPadje mee. Dus ik uh, zat uh, in, in, uh, in een bier, uh, in de bierbrouwerij met een iPadje op tafel en uh, een biertje erbij. En dan uh, <laughs> Robert te kijken, wat wil je nog meer? Ik had ja. een fantastische middag. Lachen. Geen uh, commentaar, ja, ik... maar ik had, je kan op je iPad dan ook uh, bij Ziggo, uh, ding had ik, kan je de ondertiteling aanzetten. Dus af en toe dan komt er even zo'n uh, zo loze kreten onder vandaan. Maar ja, goed... Uh, Roebe was het soms wel handig. Ik mag niet te veel zeggen, want ik had dat weekend dat ik een uh, vriendenweekend. En we hadden eigenlijk om half twaalf nog een activiteit op van die i uh, uh, scooter, tussen voor die dingen ook heten. Maar het was gelukkig prachtig weer om uh, niet op zo'n I-dingetje uh, te zitten. Dus we zaten om elf uur al in de auto terug. Ja, dat was natuurlijk een pracht. <laughs> Heerlijke dag. Ook voor leefsenadam. Prachtige dag. Heerlijk vrienden weekend. <laughs> en Ruben. Jongens, uh, Lombardije, cijfertje. Ja, de vallende bladeren waren er niet. Dat is sowieso een minnetje. Ondanks dat het heel mooi was met het mooie weer. Nou, ik vond het wel een mooie koers, 8,5. Ja, nou, ik, vond, ik vond het niet zo mooi als roepen hè. Dus nee. ik zeg, uh, ik vind uh, het was gewoon een mooi koers. Nee, je kan nooit met elkaar vergelijken. Je kan nooit met elkaar vergelijken. Nee, ja, ik heb wel bijzondere uh, dingen gezien. Dus ja. Mollema vond het veel mooier. Ja, precies. Zeg, dus dus het dat was vond ik, volgens kon... mij meer 9 Mollema. Dus dit is 7,5. Ja, en ik vond ook, uh, ik gezegd, jammer dat er niet, geen zich konden mengen. Uh, ...onze Nederlandse ploeg... ...Jonge Visma uiteindelijk dan toch... Uh, ja, ...met twee man kon het niet uitspelen... ...omdat ze gewoon niet sterk genoeg waren. Ik zou een zeventje zeggen. Het uh, veelste was Mollema eigenlijk. Dat, dat is helemaal langs me heen gegaan. Nou, maar, ja, volgens mij maar niet, niet bij de eerste, eerste groep natuurlijk. Dus uiteindelijk... ...we kunnen het wel even terughalen. Hoor. Is hij is wel leuk. altijd een renner. Van Ook al is hij gelost. Hij blijft er altijd voor strijden... ...om een mooie plek even goed nog te behalen. Hij was dus uh, twintigste op 3.23... En uh, als je dan stappers. ziet... Uh, Evenepoel hebben we het eigenlijk helemaal niet over gehad... want die zakte natuurlijk helemaal door het ijs. Die werd 19 op 3, 13. En Evenepoel je, nog 19? Ja, en als je dan ziet hoeveel Fingergaard uiteindelijk nog verliest... die, die verliest nog twee, bijna 2,5 minuut. Ja. Wordt pas en wat wel grappig om te zien vindt... dat uh, Attila Falter... die uh, eigenlijk uh, de, de roze trui op een gegeven had... Die, dat is toch ook echt wel een goede renner... want die wordt gewoon 12 twaalfde hier. Ja. Weet je ja. ik wel verwacht dat um, Almeida. In Lombardije. Dus die had ik enige die ik op had staan uh, voor. Uh, die, die ga ik in de gaten houden. Want die was helemaal niet in het veld. Maar in de dag. 40, 40 6, 56. Nou, hij zat er wel een tijdje bij, maar. Want die, ja, die, ging het nou, ook, uh, om die dagen weg. ervoor, die, 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 die tweede en derde geloof ik ergens in die koersen. Of tweede en vierde. En denk, nou, dat wordt hem wel. Maar ja. uh, in één keer was hij weg. Ja. En wat, wat me ook wel opvalt, uh, we hebben natuurlijk hem gezien winnen in uh, de Giro. Ilo, van Iolo Cometa. Uh, Lorenzo Fortunato. Die, in zo'n wedstrijd wordt hij ook gewoon 15. En zit hij eigenlijk ja. gewoon in het tweede groepje. En hij wint ja. dan wel zo'n giro-tap. En dan zegt hij: Wow, verrassend en zo. Maar dat is gewoon een steeg goede renner. En het zal maar niks verbazen als hij uh, ook nog uh, hele mooie stappen gaat uh, zetten de komende tijd. Want uh, ja, als je dit soort resultaten ook neerzet. En als je dan op die manier uh, ook. Uh, Buiten uh, 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 ja, de, de Giro ook gewoon resultaten kan, uh, kan uh, neerzetten. Ja, dan ben je gewoon uh, een groter worden wat mij betreft, misschien niet. Ik vind het sowieso een mooie ploeg. Uh, echt wel ja. een uh, mooie toevoeging aan het peloton. Heb je de bus gehoord van: dan komt het door. <laughs> heb, je het, heb je het gehoord? Hij, hij wilde weer een comeback maken. Ja, dat was hij, de plan, was, toch? Uh, hij had het gevoel dat hij maar 10% onder zijn oude niveau zat, of iets dergelijks. Ja. En uh, hij had uh, heel hard getraind in de coronatijd. En het was ging doen om de, de, de Giro van ja. 2020, dus niet 2021. En de ploeg had hij natuurlijk nou, al de ploeg, dus, uh, uh, dus uh, hij uh, heeft uh, serieus getwijfeld om te gaan rijden, was wel het geweest. Alsof de ploegleider uh, een plekje inneemt, zeg maar, Ja, het precies. Gevolg, ja, uh, precies. Ja. Hebben jullie wel uh, laatst dat verhaal gehoord van... Voor mij was het Ronnie Brunswijk, dat is die... Uh, die Surinaamse... Die, die Suri Surinaam, ja, Surinaamse <laughs> president of uh, ex-vice-president. Uh, dat is een erop. club. Die heeft dus een voetbalclub en die had zichzelf opgesteld, terwijl hij al dik in de 50 is. Ja, en die man, die heeft ook echt een omvang. Ja, ja, maar ja st u stond tegenzegd. hij daar ergens in het veld. En uiteindelijk bleek dat, nog, dat hij de boel nog had omgekocht ook. Ja, dus die club het. was dan uiteindelijk nog voor de tig tijd geschorst ook. Dus <laughs> maar ja, goed. Ja, ik, heb door, wel was, ik heb wel eens met een boel in een Koers gezeten ja? op de fiets. Ja. Terwijl we metek, wel grappig verhaal, Hé, Metek en uh, waaienkoers. Koers. En we hadden net een ploegleider die bij Groningen, bij de club, uh, Niels de Blauw. En die was dan uh, af en toe ploegleider en die zat ook in Koers. Op een gegeven moment Waaier, acht man, of negen man, zeven man van ik, en de ploegleider Niels de Blauw. Oh ja? <laughs> ja oh, dus oh, de ploegleider uh, met de zeven Hij bleef wel goed voor aan Koers dan. Hij zat er goed bij, dus ja. een hey, 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 ploegleider, kom mee. Oh, mooi. <laughs> ja. Wat was hij toen op, gelijk met de rest? Uh, ja, hij, zat, hij was al in de 30 zijn geweest. De meet aan de Race tussen de 20 en 25. Ja, precies. ja. Dus ja, hij was wel echt de ploegleider. Ploeg, yeah. ploeg, ja, maar man. dat was in het marathon-schaats toch ook bij die ploeg van Henk Angenent. Als ze dan bijvoorbeeld in de winter een uh, stage deden en dan ging hij ook meeschaatsen. Ja, maar dat is hetzelfde Henk team. Henk Angenent die, he? die, die schaatsen gewoon als een ja. pupillen ervan. Maar oh, dit was niet erover. hetzelfde team. Dat was niet hetzelfde. Hij ah, ja, had dus bij een ploeg Oh! En uh, hij reed, nee, wij reden Continental en hij was ploegleider bij de Continental. En maar hij was zelf voor de hij, vereniging. Oh, voor de oh, hij was ah, dus voor ah, een ander team. Een ander team. Oh, dat is wel waar. Dit was de hele ploeg. Oh, ja, dat van Henk En die reed gewoon ben. zijn eigen papillen op de training. Hij was dus gewoon net als als je bij de Valkenvoetbal hier in het dorp. Ja, of gewoon een uh, lokale voetbalvereniging en dan in één keer bij de topklassen mee. Ja, ja, ja. Fantastisch. het lachen. Als je nog goed in vorm. Ja. Hey jongens, we gaan naar Lombardije afsluiten. En ik uh, wil een, 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 een korte recap eigenlijk doen naar het wielerjaar 2021. Want ja, uh, de, 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 de Gris Tour ah, ja. of Guigny is afgelast wederom. Hè? Dus er zijn helemaal geen uh, World Tour... Uh, Parijs Tours hadden we nog. Nou Robert Roubaix moeten we ook een, heel, een beetje nog even over hebben. Ja, we kunnen Robert ja. nog even over hebben. Maar ik, bedoel, ik wil sowieso even een, een recap doen op het seizoen. En ik vind het prima om dan met de uh, Parijs Robert te beginnen. Maar ik bedoelde eigenlijk te zeggen, de Gris Tour of uh, Guinci gaat niet door. Dus de World Tour is afgesloten officieel. Als ga uh, Nee, dat is geen Ja, oh. nee. nee, 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 Jammer, is, uh, want eigenlijk hebben ze wel de allure van. Uh, ja, ik vind het eigenlijk juist een mooie koers. Het was echt vroeger een echt een mooie koers en uh, ze hebben het ook weer mooi gemaakt, maar het is, het is niet meer een het, de, het niveau uh, waar het, wat het, ja, misschien uh, op hoort. Ik vond het gisteren... Uh, ja, wel qua renners, maar het is niet qua wedstrijd meer... staat hij zo hoog op het, uh, nee, op het schema. Ja, klopt. Als je de als als deelnemers ook ziet, dan, uh, dan, ja, dan... Het is geen Van van de Boel... Uh, dan, wordt, dan is het een goedmakerskoers, ja, maar. Ja, precies, uh, precies. Trentin die rijdt deze koers om zijn seizoen te redden. De uh, toevallig ja, weet hij ook. Trouwens de de Trentin reed niet op, volgens mij. Nee, uh, Trentin? Ren en stuiven. stuiven, uh, stuiven ja, sorry, ja, ik bedoel ja. uh, Jasper Stuyven ik. ja, maar als je ziet welke renners we uiteindelijk vooraan eindigen, dat zijn goede renners, maar het is niet de top. Ja, de dan wel maar ja, de heeft gewoon een slecht zoen, maar is absoluut de top. Hij wint de Milanse Remo, <laughs> nee, maar ik bedoel niet, nee, maar oké, okay, dat, dat, dat is waar maar ik bedoel te zeggen, het zijn niet de renners nee. die uh, in dit soort koersen uh, al, altijd vooraan verwacht. Tuurlijk, Stuyven zou kunnen, maar de, de andere renners die uiteindelijk. Uh, uh, in de top 4. Ja, ik vind dat jammer, want de koers, het is gewoon echt een, uh, ik vind het een prachtige koers. Met ja, die zeker, zeker. zeker. Het echt zo'n uh, zo het, het is ook een, een prachtige koers. Hij krijgt dus niet meer de status die hij misschien verdient. En daardoor ja. komen er minder renners. Ik denk niet dat alle renners slecht zijn. Stijf is een goede renner. De Maart is een goede renner. Alleen normaal gesproken bij zo'n koers zouden die gasten misschien ook mee kunnen doen. Maar zullen er altijd weer betere renners zijn ja. die dan hem zijn. Hebben jullie het gekeken gisteren? gisteren? Ja, ik heb het gekeken, ja. 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 Nee, ik niet. Ik ik vond de finale was echt, uh, ik vond de finale prachtig. Ja, ja. Echt spannend. Dat uh, ja, is ik mooi. Zat, ik zat op een puntje van mijn stoel? Ja, het was, het was echt, uh, het was uh, een v <laughs> <laughs> mooi. Ik zag dat Van Emden er wel leuk bij zat. Dat was wel grappig, want die werd uiteindelijk uh, iets van twintigst of zo. En de enige uh, Jumbo-Visma-renner die in de eerste groep zat. En Groenewegen die. Ze uh, waren acht, drie achter elkaar toch? Leem Reis, uh, dat Van Emden en, uh, en, uh, en nog eentje van Jumbo. Uh, met z'n drie achter elkaar als goed is. Je bedoelt uh, qua uitslag? Ja. Nou, volgens mij was het uiteindelijk uh, iets anders, maar dat zou kunnen. Maar ik vond het een mooie koers. Alleen, ja, uh, het, het was natuurlijk niet het allerhoogste niveau. En ik wilde eigenlijk gewoon even een recap doen op het, uh, ja, van, de, van de World Tour. Laten we het dan zo zeggen, dan is het een stuk duidelijker. Uh, even kijken, want dan gaan we nog even terug. Wanneer, hoeveel, uh, wat, wat Rabobank nou? Of de Rabobank, je visma. ik ben helemaal in de bar wilko. Wat Jumbo-Visma nou uiteindelijk uh, uh, deed. Ik um, kan hem ook helemaal niet vinden. Even kijken, waar staat hij dan? Welter won trouwens ook nog zijn uh, eerste koers uh, dit jaar. Dat ja. is ook wel mooi om te zien. Maar op tijd ook, eind van zijn. <laughs> ja, nou Ja, goed. Uh, ja, winnen is winnen. Beter, beter iets dan niets, toch? Eens ja. dus even kijken. Parijs Tours, waar staat hij? Hier. Klik, klik, klik. Knip, knip, knip. Nee, niet lang. Ik uh, kan het ook zo niet uh, meteen uh, vinden, maar goed. We gaan eventjes het, uh, het, het jaar terug uh, uh, kijken en laten we gewoon eens beginnen met het begin van het jaar, want eigenlijk Pocket die, uh, ja, die won de allereerste koers, de de UA Tour, en uh, hij won uiteindelijk ook de laatste koers op niveau. Ja, dan ben je wel verder de beste volgens mij. Maar nou, wie wint er nou de wereld of mij ook niet of niet? Wie uiteindelijk de World Tour wint. Ja, dat is ook een hele. Goede nee, jij vanaf. gaat de Recap doen, dus ik denk dan net die ja, volgende. Het, het gaat tussen die drie: Pogacar van aard en. Oh, uh, maar niet. Ik denk niet eerlijk gezegd. Ik denk uh, Pogacar, want die hebben wel uh, echt uh, veel punten gescoord hoor, met uh, ja, twee ja, klassiekers: de Tour, UA. Ja, maar ook iets ook, hè? En die hebben uh, de veld ook gewonnen. Ja, maar de World Tour zelf uh, is, is, is toch gewoon de UC World, uh, Tour ranking. En, en die daar nu als eerste staat, is Poketjau. Ja? ja? Ja, en tweede van A. Maar dat is, dat is niet per se... De, alle wedstrijden van de, 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 de World Tour worden niet meer per se... Als de, of de uh, World Tour zelf worden niet meer als een ranking gezien. Het is gewoon ah. de, de World Tour uh, UC World Ranking. En daar staat nu uh, PokerChart 1. En 2 staat van aard. 3 Rogelits, 4 verliep En 5 uh, staat daar uh, Van der Poel. Hm. De grote 5, laten we het zo maar noemen. Ja, doen, bijna de big 5. Ja. Ja, ja. Maar goed, maar eventjes op het begin en het einde beginnen bij de PokerChart. Ja, dat is natuurlijk ook niet, uh, ja, is niet zo heel raar, toch? Nee, zeker niet. Nee, die, uh, die heeft uh, vanaf uh, de eerste dag tot de laatste dag uh, zijn momenten uitgekozen en en gewonnen. Ja, ja. Maar eventjes terugkomen op Parijs toe, want ik heb het eindelijk gevonden. Van Einde werd 20ste. <laughs> uh, Groene werd, werd 25ste. Die was echt nog wel een flink stuk erachter. En daarna uh, was de eerste, volgens mij, zelfs uh, één koord. Dus uh, jumbo Visma, maar één mannetje in de, de top 2. Ik vond het wel mooi, want uh, Groene Wegen, Die is wel ook wel een mooie het maken van sprinter. Ook wel uh, de klassiekers. Uh, ja, dat kon die, heb je altijd nog al gekund. Ja, ja, de Ronde van Vlaanderen voor de belofte. Hè? Dan dan dus ook meer solo aankomst dan een sprint. Ja. Maar ja, goed, uiteindelijk kon je het dan toch juist niet. Want hij zat niet nee, bij ja, hij, de top 25 in. weet wat het brengt in de toekomst. Hè? Ervaring, het schijnt en, en, dat uh, een bepaald mannetje met een bepaalde podcast een keer met hem getraind heeft. Dus die is, het, is het <laughs> totaal uit worden. <voor> <laughs> ja, weet je. Ik, uh, hij kon mijn wiel niet houden. <laughs> had, uh, dat spijt er voor hem natuurlijk. Toen, toen zag ik al aan alles. Van, uh, die heeft niet ja, precies, voor hem uh, die, die hoort te hebben om een prijs Robert te winnen. Nee, ja, hij heeft tegen jouw billen aangekeken. ik, die uh, billen wil ik ook. Uh, ja, ik, ik, zei, ik, zei, ik zei nou: Kom op man, even kopwerk. Even overnemen. Een beetje kop over kop. Een beetje draaien. hij bleef gewoon in mijn wiel. Zitten. nee, nee dat kan je ook niet winnen nee, vind ik hey ook. Um, toen op een gegeven moment uh, <laughs> we gaan eventjes uh, beginnen dan hebben we de uh, way to gehad omloop nieuwsblad ballerini Davide ballerini die wint dan denk je nou dat wordt echt een, een, een jaar van ballerini uiteindelijk uh, ja hij pakt het toch niet echt door toch nee, nee. Nou, we hebben wel veel gezien ja. natuurlijk maar altijd uh... Gewoon een maar, soort van uh, bijrol als een andere renner van dat de, de Koning in de ja, dat is Ja, dat is van de Koning Quickstep. Eentje kan uitzonderlijk goed zijn. We hebben Kasper Asgreen ook in het voorjaar gezien. En in de rest van het seizoen ook wel. Maar niet meer zo dominant als in het begin. Maar ja, die ploeg is in de breedte zo sterk. Dat ze elkaar eigenlijk... Ja, Ballerini iedereen... is een soort uh, stibar. Dus uh, wel een van de beste. Ja. En misschien niet op de hoofdronde En af en toe gaan ze er tussendoor schieten. en weer toch zomaar een koers. Ja, nou ja, eens, maar als je gewoon kijkt naar de uitslagen, dan was hij toen uh, heel erg goed. En uh, uiteindelijk, uh, de rest van het jaar, heeft hij natuurlijk gewoon uh, inderdaad wat Wilkels zegt. Hij is uh, eentje van de koning dus Dat betekent gewoon dat je niet altijd uh, voor jezelf rijdt. Maar ja, aan de andere kant, hij heeft gewoon wel nog steeds goede uitslagen gereden. En, uh, Eigenlijk, dat dat wat betreft, ze bij en, uh, de koning Quickstep hebben, dat, dat een klein beetje zou ook wel fijn zijn bij Jumbo Visma. Als je volgens mij 26 uh, overwinningen zijn voor deze de twee grote mannen. En, uh, en Groenenwegen pakt nog wat koersen hier en daar. Maar het, het is voor de rest best wel schaars bij Jumbo ja. Als die twee mannen uit vorm zijn, ja, dan winnen ze ook niks meer. Nee, dat is, waar, dat is waar. Nou, Dan gaan we verder, jaar. Dan staat de Bianchi. Nou, we hebben uitgewerkt over Gat, Van de Poel, Parijs Nies, Schachman. Die, die was die... trouwens wel mooie straat. Boah. Ja, oh ja. Dat is nog ook... steeds genieten. Dat was uh, fantastisch. Het Komt er al bijna weer aan. Ja, <laughs> <laughs> <v> <laughs> mooi hè? dan vijf maanden. Tireno Adriatico, Pogacar, Milan, Reem en Stijven. We hebben de ronde van de Cataluña, hebben We hebben Jeets. En dan, zo is wel grappig, de drie dagen van de pannen die op één dag is. Classic uh, Brugge de Pannen. Uh, Bennett, dat is ook een raar vraag geworden dit jaar. Ja, dat is niet helemaal gegaan. Hoort hoort te gaan uh, nee. Uh, nee. en wat er nou gebeurd is. Ik ben er heel benieuwd wat dat echt de vraag is. Zou het ooit maar... naar buiten komen? Nee, nee, nee. Gaat nee. het allemaal blijven in de oor? In de oor beetje, mijn gevoel... twee verhalen en je moet er weer middenweg een beetje ja. zoeken. Maar uh... mijn gevoel is dat er veel meer speelt dan wij weten. Ja, ja, stinkt er... het? Nou, dat, dat niet per se. Ik kon niet tegelijk zeggen, v verdenkmakingen, maar. Ja, Patrick Lefebvre wordt. Ik ben niet altijd met hem eens, laat ik het daarop houden. Maar ik denk wel dat hij nu hoogstens als hoofd krijgt vanuit Bennett. Kan uh, Bennett, zeg maar. En Ja, ik vind het wel gewoon vreemd dat Bennett er terug gaat naar Bora. Dus daar vind ik het wel een beetje uh, ja, rare gang van zaken, laat ik het zo zeggen. En hij houdt uh, wijze mond dicht. Maar hij had het met meer klassen gewoon moeten laten zien en gewoon het seizoen uit moeten doen. En, uh, ja goed eruit moeten komen. Want dit, dit gaat hem <tossimus> nog heel lang bij uh, achtervolgen hoor. Want bij Bora gaan ze natuurlijk ook zeggen als je even niet goed passeert, zegt ja, bij Quickstep was het ook weer zo, weet je wel. Dus, ja. Ja, het uh, gekke is, hij heeft gewoon een hele goede toer gereden. Hij wint daar de groene trui. Dus hij heeft in principe een hartstikke goed seizoen gehad. Hij heeft het uh, geld verdiend voor de, voor de ploeg waarvoor hij uh, gekomen is. Wat ze ja. voor hem betaald hebben. Alleen ja, ze gaan een beetje gek uit elkaar. En, uh, nou, hij, uh, niet hij zal... dit jaar hè, vorig jaar. De groene trui. Hij mocht dit jaar niet mee. Nee, klopt ja. Ja. Nee. Maar goed, dus ja, dat... bedoelt hij heeft best wel wat voor ze neergezet ja, maar ook dat weer. Uh, Le Verve, me kans gegeven om op te nemen na de, de, de fiasco bij, uh, bij Bora van je mag bij ons komen, maar ja, dan moet je wel presteren. Nou, dat heb je gedaan. Ja. Waarschijnlijk bonuscontract gehad, wat hij met heel veel van dat ze die jongens doet. Ja, volgens wil je een goed contract geven en dan gaat Ben het misschien wel dubbel eisen, wat hij denkt dat dat normaal waard zou zijn. en ja. ja, Bora zegt nou dat is goed, maar ja, nou komt die druk nog een keer erbovenop. En dan moet hij weer gaan presteren. Hij had beter gewoon tegen de verf kunnen zeggen: nee, ik ga gewoon door op de voet, waar door mee zijn gegaan. Ja. En ik ga lekker die bonuscontract halen. Ja, of ja. misschien uh, ik gooi hem al gewoon. En misschien gebeuren er achter de schermen wat dingen bij uh, de koning... waar hij niet achter staat. En uh, dat zou ook nog kunnen. Dat, dat weet ook, je nooit ja. natuurlijk. En dat is op zich wel suggereren. Ja, goed, we kennen sommige mensen die daar uh, ooit de dokter zijn geweest, uh, zouden we kunnen zeggen dat dat aannemelijk is, maar ja, weet je, je weet het niet. Blijven uh, haar Er Straks komt een boek van en Ze <laughs> staat dit stap, erin. Wilco. Ariera de Bron, Welkom die wakker natuurlijk. future aan We hebben altijd goede research. We hebben altijd goede Ik weet wel dat jij sinds dit jaar ook samenwerkt met de dokter van en Je fietst verdomd hard. Ik uh, ga lekker. Maar ik ga nog niet zo hard te speteren. Dus, uh. Nee. nee maar <laughs> die heeft ook een hele goede dokter. Ja. Of als ja. hij hier hebt van zijn ekelbanden. Dan, nee, dan ben je niet welkom Maar de dokter. dokter. <laughs> dat is je dan net weer niet. Ja, nee, dat is hij niet goed in. Nee, nee. nee, nee. Dat willen ze je niet helpen. Nee. <laughs> nee. Daar hebben ze geen pelletjes van. <laughs> nee, precies. precies. <laughs> als het echt tot dokterzaken komt, dan kan je er niks van. Maar goed. Dan hebben we uh, de E3-prijs Asgrim. Gent Wevergem, Woutje van Aert. Dwarse Vlaanderen, Van Balen. Ja, dat is toch wel de prijs voor dit jaar voor Van Balen. Ja. En, uh, ja, wat, wat zal 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 die overwinning hem meer waard zijn dan de tweede plek op een WK? Ja, denk je? Nou, we gaan het vragen. Ja, ja zeker. Goede vraag. Schrijf mij vol. Ja. Goed. Ronde van Vlaanderen, Asgrin. Ja, die heeft als je dit gewoon kijkt twee twee grote koersen gewoon gewoon echt een, een topjaar. Uh, dan uh, de Ronde van Basque de Roglic, Amsterdam Gold Race Goldrace van Aard. Uh, zou bijna weer vergeten dat. Of uh, Pitcock. Dat, Pitcock. Ja, <laughs> weten we het nog steeds niet. Uh, de Waalse Peil, alle Philippe uh, de Luik-Bastanaker-Luik, Pogacar, een ronde van Romandie, Jaren Thomas. Die zou bijna zeggen, heeft hij ook nog wat ja. gewonnen dit jaar, maar toch nog uh, nou, een rondje. Dan de Giro, dat lijkt alweer een mijlenver, uh, terwijl het toen ook echt Pokken weer was. Ja. Uh, ik kan me nog goed herinneren dat ik een rondje uh, deed van ongeveer 100 kilometer vol in de voorbereiding voor hem-hem. En uh, dat ik de Giro uh, in mijn uh, oortje had, en op een gegeven moment kreeg ik een melding dat uh, ik het te veel MB's had uh, <laughs> <laughs> verbruikt en dat mijn internet daar langzamer werd. Ik dacht, ja, ik heb het voor mij onbeperkt, maar goed, dat kan ook dus nog. Maar toen heb ik echt uh, in de stromende regen naar uh, de Giro Continu geluisterd. En dat was die etappe. Dat, uh, dat er volgens mij echt uh, extreem bergen zaten. En die werd ingekort. En van de eerste keer ook dat die in Tappen werd ingekort uh, in die tijd. Uh, omdat het gewoon ja, te slecht weer was. Ja. Dus uh, het was uiteindelijk luisteren naar niks. Maar met de kronie in kan het lang aan. <laughs> zeg dat wel. Um, dan hebben we de, de, de criterium uh, Dauphiné. Uh, Richie Poort, die die won. Dan hebben we de Ronde van Zwitserland, Carapas. En uh, ja, de Tour de France, natuurlijk, Pogacar. En dan de uh, Klassica San Sebastian. Dat vond ik ook wel een mooie naam in dit rijtje. Uh, Nielsen en Paulus. Ja, zeker. Uh, Oud-Juma reden natuurlijk, die uiteindelijk dan uh, daar won. Die, die heeft ook wel een heel goed terecht. seizoen uh, ja, gehad. Ja, Ja, ja. ja de jongen van de tweede lijn. Een beetje hard te zeggen natuurlijk. Maar naast de Big Five, van, die we net opgenoemd hadden. Ja. Is het wel een van de jongens in de reeks die we in de komende jaren in de gaten kunnen ja, houden. Jonge gast nog. Ja. Buiten Jumbo-Fisma uh, uh, um, en uh, uh, de Quick-Step en uh, de, de Usual Suspect is dit volgens mij ook de enige World Tour overwinning dit jaar van, uh, van uh, IF. Dus uh, wat dat betreft uh, had je hem niet van hem verwacht, maar doet hij het gewoon wat dat betreft heel erg goed. Um, dan hebben we de ronde van Polen, Almeida. Uh, als je ook gaat kijkt hoeveel de hoeveel World Tour koersen die wegpakt, dat is echt, echt bizar veel hè? Ja, heel veel gewoon de beste ploeg op uh, uitslagen gezeten ja, ja. al jaren ook hè? En, ja. en ze krijgen het ideaal weer voor elkaar um, um, om als team zijn zoveel ja. overwinningen te pakken ja, ja het, is, het is heel knap wat ze doen. dan de ronde van Spanje uh, nee dan is de ronde van Polen Almeida nou ja we hebben dit allemaal gezien in Polen dit jaar uh, um, ja ja, misschien moeten ze die ronde toch maar een tijdje eens even boycotten voordat ze alles uh, goed onder controle hebben. Gewoon helemaal eruit gooien. Uh, en anders, uh, anders een flinke pet de billen. Dan de ronde van uh, Spanje met Roglic uiteraard. En dan altijd een beetje vreemde eten erbij. De Bretagne Classic, Kerst Frans. Want als ik dat zeg, wie zou die gewonnen willen kopen? Ja, weet je, dat zou ik niet weten. Nee, dat is uh, Costa Fra. Ja, daar gaan we al. Ja. Ja. <laughs> en, en de Benelux, die, weet je wel. Oh, jezus! Ja, maar weet je, dat zijn echt. Nee, maar hij was ook heel koersen. goed in Roubaix. Ja, jij weet het, hè? Nee, ik zit ook te denken even. Het was zo, het was een Cobrelli ook. Oh ja, oh, ja Cobrelli, ja. Die heeft trouwens ook veel gewonnen. Ja, en dan uh, Esborn naar Frankfurt, Jasper Files. en dan komen we nu op Parijs-Roubaix, want daar kunnen we natuurlijk ook nog even over hebben. hebben die ook weer gewonnen? Dat weet ik niet. <laughs> ik Kon niet <laughs> zien, dat was allemaal zwart. <laughs> ah, jongens, het was, het was fantastisch. Het was echt, het was echt vol genieten. En het ging ook nog eens een keer. Normaal gesproken, wat je dus zaterdag zo bij de dames is dat op een gegeven moment uh, uh, nou ja, de renster weg is. Uh, Armistead of uh, tegenwoordig uh, Dingen, 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 Dingen. Ja, dat was wel mooi. Hè? Dat was gewoon een, een strijd uh, alsof het uh, 12, 13 jaar geleden al zo ja, was. Ja. En Voorz is goed, hè? Want Voorz was ook de eerste. Ja, die is. eerste wedstrijd veldrijden eventjes uh, voor brand. Die is weer helemaal terug. En ja. dat is toch echt mooi om te zien. Knap, uh, en haar ploeg wordt ook steeds beter. Uh, maar goed, we waren dus uh, met Denkende op kop. En toen denk je: ja, oké, okay, dit is weer typisch zo'n koers waarbij een renner gewoon op kop gaat. De renners erachter komen niet bij. En eigenlijk is het klaar. En je ja. hoopt het voor niet, maar het eigenlijk is het klaar. En dat had ik met parijs bij op een gegeven moment ook een beetje het idee met Moskou. Ik denk: nou, hij gaat het redden. Want hij heeft toch best wel een gaatje, een sterke renner. En op een gegeven moment uh, rijdt hij lekker, hij valt en dan ligt het helemaal open. Ongelooflijk. En, en, en daarvoor kunnen we natuurlijk nog een uur lang lullen wat daarvoor allemaal gebeurd is. Ja. Maar dan zie je op een gegeven moment van de poel komen. En dan voel je het eigenlijk wel een beetje aan. Cobrelli, continu in zijn wiel. Slim ook op een gegeven moment. Ja. Twee lekkere banden. Ja. En hij was ja. de, de hele dag al goed, Cobrelli, Continu scherp van voren. Ja. Overal zat hij bij. Ja. Het was ook niet gestolen. Absoluut niet gestolen. Hij was, hij was gewoon heel slim en heel goed. Ja. Hij was echt bij de les die dag. Ja. En het ja. is weer een nieuwe Merckx. <laughs> ja, ja. Nee, dat is een grapje natuurlijk. Ik maar... denk dat je niet die druk, ik ben zo jong. Nee, nee maar vandaag. dat wordt gebeurd uit uh, ja. Die die week daarvoor was hij op het uh, WK, reed hij gewoon nog bij de belofte, is ja. de tijdrit en dan reed hij nu uh, wordt hij tweede, fantastisch. Ja. En ik hoorde trouwens over Cobrelli dat hij ook nog heeft gesprint met lekke banden. Ja, twee lekke banden. Ja, ik had hem eerst bij de WK hm. al een paar beats meegegeven van Koos ja. Ik zeg, hier jongen, gaan we lekker vieren het WK. Als je gewoon hebt, waarschijnlijk je dag ervoor. Die, vond hij ze lekker? Ja, vond ze heel lekker. Ja. En uh, de Mark had ik ook een paar meegegeven. En die won ook nog die dag Dus, dus <laughs> kunnen we hier de conclusie eigenlijk stellen... dat uh, Cobrelli op koersprek Parijs-Roubaix heeft gewonnen? Nou, ik denk, hij ze wel opgedronken. Dat <laughs> <weet ik> wel. <laughs> opeisen die handen. Ja, je moet het op gewoon je moet dominant gewoon, zijn. Je moet, ja. je moet ja. gewoon net als al die andere podcasts doen. Je moet het gewoon opeisen. Je moet gewoon zeggen, dat komt door ons. Nou, do ja, dopingvrij dus, bier, dus je mag het gewoon roepen. Ja, precies. Niks hè, op ja. de op de hebben we toevallig uh, koerspretten, anders Anders? Uh, nee, die hebben we anders sponsoren. Maas, maas, oh, maas. Maas, no, ja, maas. Maar goed, hoe meer bier, hoe beter, zeg ik wel. Maas, maas. Dus, uh, maar goed, dat was niet de enige. Want waren er waren nog veel meer vrouwen die hadden... Vrouwen en mannen die koersen genomen bij de WK... en die dan toch hard gingen fietsen ja. in één keer. Dus dat was wel grappig. Maar uh, ja, lekker banden. Ik had toevallig, was ik uh, vorige week zaterdag in de grenspaal. Uh, waren wij ook sponsors? Koerspret, uh, Bram, Tank, en Jos van Emden. En um, daar was een jongen van Continental. En die was mee met Alpers in. En ik was bij hun uh, de avond voor avondeten. En uh, die jongen zegt: we gaan een band lanceren tijdens de Roubaix. Dus nog top secret. De nieuwste Continental band. Dat wordt een Tuplus band met een speciaal rubber. Die nog sneller een gaatje dicht. Is. Uh, tubeless is eigenlijk een band zonder binnenband. En er zit een soort latex in die band, die dan eigenlijk de gaatjes als je lek rijdt, dat die, die opvult. Dus dat je voor je start met 5 bar of 6 bar. En er komt een, een, een gaatje in door een stootlek. Maar dat gebeurt niet zo vaak. Maar kassei is het ook al iets vaker: dus dat er een gaatje in komt door een kassei Of een dorentje of een prikkel of een stukje glas. Dat gaatje weer opgevuld worden met latex en dan kun je eigenlijk doorfietsen. Maar dan ontsnapt er zo'n klein beetje lucht dat er van 5 bar nog vier bar in zit ja. of drie bar of twee bar. Maar de mountainbikes ja. er vandaag de dag ook tegen horen. Precies, die hebben al heel lang. Maar omdat je bandendruk lager is op mountainbikes, is het makkelijker dat gaatje opgevuld. Want ja, als jij iets onder meer druk zet, dan gaat ook snel de lucht uit. Ja. En als jij die, die banden, dan start dan met lagere druk, dus het is ook wel een voordeel. Maar het sprinten met banden, ja, die moet je nagaan. Ben je bent dan aan, aan het sprinten lekker banden, dus je stuit het een soort van op twee banden. Ja, en dat heb ik op die die, had van, die band had, die band. Dus Wie nog meer? Uh, ik geloof Ineos, je nee, Moscon had hem mee. Oei. Dus toen zaten wij al in die groep van, hé, hey, uh, Moscon die had lek. Hoe kan dat nou, weet je wel? En uh, dus ik kreeg ook een van, ja, dat kan met alle banden. Dus het bestaat niet anti-lekbanden. Ja. En toen kon ik naar dat die banden zat hard opgepompt, die andere. Want ja, hij stuit er alle kanten op. Maar het bewijst maar, die banden konden dus lagere bandenspanning... waardoor ze makkelijker over die kassei konden. Dus ik meen dat Trekker ook mee reed, ook die dag ervoor. Dus Lizzie, die reed ook met die banden. Ja, precies. Dus je zag ja, wel dat er, wel er wel. heel wat jongens voorin reden... met die Continental nieuwste, ik geloof TTR is het. Zoals Opensin reed daar niet mee. Nee, hij reed ook niet mee. En dus... hij was heel weinig verloren. Hè, want hij was ja. begonnen met 2,6, heb ik dat goed? Ja, hij begonnen met 2,6 achter... en hij was gefinanced met 2,2 bar. Dus dat is... Ja. Minimaal verlies met twee keer lekker rijden. Dus eigenlijk had hij niet lek, maar dat was gewoon het gaatjes opgevuld. Ja, ja, dat is echt dus dus lek een mooi verhaal. Ja, daar hebben zacht ja. softie, zeggen ze dan een zachte band. Ja, ja, in van, in. van de Boel heeft ook wel een aantal keren lekker gereden. Ja, ja, maar die wisselt gewoon van fiets. Ja, precies. Dus dat, dat nou, die goed, energie heeft Cobrelli niet. Je uh, hoeft niet te verspillen, nee. maar je hebt best kans gehad, dus als Cobelli deze dus fiets had moeten wisselen en er zit geen auto achter, dicht achter hem, dat hij uit koers is. Dus Zeker weet dat de jongens uh, misschien wel net zo goed waren als die die in de kokos zaten, maar door lekker band uit de koers zijn gegaan. Ja en dat is met Ruben natuurlijk maar een ja. stukje Moskou had dan waarschijnlijk een heel groot gat of zo dat hij allemaal. Ja, die, of die hebben gewoon een kei geraakt. En dan zei ik dat die een scheurtje in de zijkant van de band, ja, bijvoorbeeld het is. Of zoiets. Hè. Er kan zoveel gebeuren natuurlijk. Vooral die kasien. Ja. ja die hebben wel echt pech gehad. Die had er zoveel ja, want... jaren rijdt hij al goed eigenlijk in Ruben ja. En dan uh, nu. Uh, maar goed, het werd ook ja, gezegd van ja, die, die fiets op het dak die heeft minder lucht erin, maar ja, waarschijnlijk heeft die gewoon hetzelfde nee, te veel, lucht. Te veel. Ja, maar waarschijnlijk net zoveel als bij de start van Roubaix. En ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment gedurende Roubaix dat er toch wel een beetje lucht ontsnapt. Nee, de, het ontsnapt, weet je, het is. Je moet zo zien: die renners die gaan de bandenspanning in die weken voor dus gaan ze dus verkennen. Ze gaan 150 kilometer fietsen met 60, 70 meter over kasseien op de donderdag of zo. En dan gaan ze de banden testen, lager, harder, zachter, weet je wel. De, ik wil dat, ik wil zo, ik wil zo. Ik wil twee stuurlintjes, één in dubbel, dik. En al die dingen gaan ze testen. Nou, en dan op een gegeven moment starten ze ermee. En voor de start zegt, nou oh ja, ik moet even wat drukker uit, want ik denk dit. Of ik denk dat. Ja, en als die fiets op het dak, dan eigenlijk opgepompt zijn En ja, maar jij en zeg... hij heeft dan bij de startlijn nog een beetje druk uit laten gaan. En die is niet aangepast. En, en jij zegt uit. dus dat dat een band gedurende zo'n heel parijs, roubaix als je niet lekker gaat, ja. dat die continu dezelfde aantal bar houdt. Ja, ja, ja want dus zegt, een de... band wat draait, dat dat het verliest niet. Ja, maar het maar dat lijkt me toch echt zoveel stoten, nee, dat die, dat, dat, helemaal niks. Nee, ja, ja, je moet zo zien. De tubes van vroeger, die zit een latex binnenband in en latex is niet 100% luchtdicht. Nou, dat is een beetje discussie. De ene zegt ja, nee, maar het loopt altijd een heel klein beetje uit, dus. Starten we met 7 bar, finish met 6 bar, omdat het dan niet ja, Dus dat over 4 uur lang, dan zakt er ook een beetje lucht uit, omdat latex ja. niet 100% luchtdicht is. Dus als je banden thuis staan en dan ze dan kom je weer bij je fiets en zijn ze leeg. Nou, als jij jouw racefiets kijkt, die pomp je op op 8 bar, die keer de volgende dag weer meten, zijn nog steeds 8 bar. En dan volgende week ook nog. En over de twee maanden zijn ze misschien 7 bar, ik noem maar wat. Of 6 bar. Nou, en dat is dus de, de dichtheid van een binnenband. Ja, normale precies, ja. Rubberen binnenband. ja ik dan, snap het. Zo'n tuples is eigenlijk dicht. Is gewoon altijd dicht. Dus die verliest ook geen druk. Heel een beetje. Als het dus niet goed gemonteerd is. Of de velgen beschadigd is. Of ja. dat soort dingen. Ja, dan, dan laten we wat lucht door. En dat zie je met strandbanden natuurlijk ook. Uh, soms dan laat die, wordt die wat zachter. Maar dan kan het zijn of te kort latex. Hè, dat, dat die, dat die, die hoe heet dat, uh, tussenruimte tussen de velgen ja, en de band. Ja, ja. Die is niet helemaal goed opgevuld. Ja, of is er te kort lucht. En dat die dan daardoor meer, meer zakt. Maar dat is met... Heel veel verschillende factoren. Maar het is misschien wel een keer leuk om te vragen aan, echt aan iemand. Ja, die lijkt, me leuk, te... lijkt me leuk. Ik ben ook wel het verschil eens voelen dan. Ja. Hoe je het dan precies zit uh, op het moment dat ja, je. Uh, uh, hoe, hoe, en hoe hard je dan gaat op het een of het ander? Ja, maar dat is een keer op het strand ook wel mooi voelen. Hè? Dus als je met bandenspanning bijvoorbeeld 0,5 rijdt of zo. en dan met 1 bar een keer zien, dat is echt niet normaal. Ja, goed verschil, ja, dat is echt bizar. Nou, ik heb het zelf ervaren met mijn mountainbike, toen ik met jou uh, een rondje had gereden. Ik had, ik, ik had al weinig uh, druk in mijn, uh, in mijn band zitten, terwijl we door de duinen reden. En toen waren we bij het strand en toen bleek die, die pakt mijn fiets uit mijn hand en die, die, die laat <laughs> hem bijna helemaal <laughs> helemaal leeglopen. Ik zit te kijken <laughs> van, nee hey, gast, ik moet nog fietsen. <laughs> en op, en op, de, op, de, op het asfalt, ja, dan ben je gewoon echt eventjes hard aan het werken. Maar op het moment dat je dan naar het strand opdraait. Ja, dan rijdt dat zo lekker. Je zweeft over dat strand heen. En, en dat is heel apart. Dat is heel apart. Ja, dat, dat moet je ervaren. Maar dat is zo, uh, het klopt wel gewoon. Ja. Nou, dan gaan we dat maar een keertje ervaren. Ja, is goed. Maar goed, Parijs-Roubaix verdient winnaar, toch? Ja, maar, ja, ja, dat vind ik wel. 100%. procent. Ja. Zie je hoe blij je is. Dan krijg je toch ook kippen van. Ja. Maakt niet uit wie het is. Hadden Van de Poel van de Straden uh, uh, deze Parijs-Roubaix kunnen winnen? Ja. Had hij deze Roubaix kunnen winnen gewoon zo? Ja, ook. Maar dat is altijd... Uh, ja, maar als maar de, de, als de, de, hij zijn waardes had... De, de, de straden... De, 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 zijn vorm van straden ja. had hij Roubaix gewonnen. Ja. ja, maar nu nog steeds. Weet je, ik denk dat hij... Die, die ronde op de velder, Hij was gewoon het meest stuk van de drie, laat ik het zo zeggen, denk ik. Heb heeft ook het meest werk gedaan. meest werk gedaan. Maar ja, hij had misschien... Uh, beter die sprint moeten doen. Want dan, nou kwam je eigenlijk uit de bocht bovenin. Dan maak je gewoon 5, ja. 6 extra meters. Ja. En als je op de finishlijn 5 meter achter had je ook kunnen winnen. Bij van hè. Uh, en, maar dat is voor, dus en dat is voor mij het bewijs dat hij dat niet uh, goed genoeg was. Hij zat er zo doorheen dat zijn concentratie weg was. Meer, uh, niet, 9 van, van de 10 keer goed meer. Iemand die 9 van de 10 keer, dat zie je het hele jaar door, hoe goede sprints ook zijn. En, en uh, meestal wie, wie voor als eerste begint, Juist. verliest altijd daar in de sprint. Zag ja. je ook met Van de Poelen-Askren? Maar nee, als, nee, maar daar, die wielenbaan. Ja, op de wielenbaan ook, maar, maar in het algemeen ook. Als je gewoon gaat opletten, zie je gewoon meestal wie, wie vooraan de sprint begint. Dan zie je zo vaak dat er nog iemand overheen komt. Dat is ja, maar, nou, de, maar dus op die hangt... baan, hij zat eerst aan de binnenkant. Ja, de baan is nog veel Dus erger. hij zat goed aan de binnenkant en, en uiteindelijk belandt hij aan de buitenkant. En toen moest hij die sprint aangaan. Ja, ja. hij heeft daar een fout gemaakt. Hij had als hij maar gewoon nou, aan de dus binnenkant, aan gaan. Ja, en aan de binnenkant hoef je die minste meters te maken. Ja. ja, maar kijk, je zag ook die jongen die van Lotto... Uh, Vermeers. Het is stiekem wel snel, hè? Dus ik liet ook een uitslag zien. Volgens mij was hij vier ergens. Ja, ja. Hij, was, uh, hij was heel snel. Want hij was volgens mij. Uh, dat was die, wat koers stuurde was ik nou? Ja, ergens was een koers. koers ja. Dan kwam je gewoon voor een paar sprinters binnen. Ja, dus dat, dus dat hadden hun niet verwacht. En hij wachtte best wel stiekem toch wel lang. weet je wel, dat tegenover de finish, en wat recht een stuk, daar ging hij aan. Ja, daar moeten die altijd nog maar overheen zien te komen door ja. zijn bocht heen. Ja. Dus ja, ik denk zou dat Zou dit eigenlijk... een soort recept van, van Marker worden? Mm, het zou, nou, het kan twee kanten op. Ja. Ik denk wel uh, meer een. Uh, Goh, pakken Stijn de Volde misschien. Oh, Volderke. Twee keer ja. uh, de Ronde van dat Vlaanderen zou kunnen, gewonnen. Ja, maar ik denk zoiets type renner. Uh... Geen, niet, een, niet een Van Marken die ooit heel goed was. Nee, nou, ja, ja. nooit net aan die aankwam. Als ik hem praten, dan denk ik dat hij wel iets meer dan Van Marken is. Maar rijdt hij, dan, rijdt hij dan wel bij de goede ploeg? Of moet hij dan zo nou, snel mogelijk een andere ploeg? Ik denk dat, het, dat, dat hij misschien wel naar kwikstab gehad. Ja, dat lijkt hem, me wel. Om terug te komen wat je net zei over uh, Van der Poel. Of hij met, met Straden, zijn Stradenvorm, dit had gewonnen. Als hij zijn Stradenvorm had gehad. had hij op, de, op, op bepaalde kasseistroken al weggereden. Want zijn waardes in Straden waren zo bizar hoog. Ja. Hij kon zoveel vermogen leveren. Dat kon hij nu niet. Dat zag je. Als hij nu versnelde, zaten ze zo weer in zijn wiel. Ja, Als maar hij het vermogen kon leveren wat hij in Straden kon leveren dus echt uh, boven die duizend watt, honderd uh, meter uh, kunnen ja, maar pakken. Dat kan bergop, dat kan niet op vlakken. Nou, dat, dit een 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 kun je niet uh, als een vlakke weg beschouwen. Dat is zo zwaar, ja, nee, Je bedoelt de wattage, maar de wattage in vergelijking dan. Ik ja, hij kan, hij kan hij kan het aantal, uh, hij kan zoveel power geven. En hij heeft controle over de fiets. Die andere hadden nooit in zijn wiel kunnen blijven. Ja, maar met Cobrelli had er wel gebleven, denk ik. Kijk maar. Hoe slim die was op een gegeven moment dat hij er even langs gaat, de ja, ja, ja. denk strook ja, Dus is ik nu, een nu, als in haar. Ja, 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 dat, nou, dat was slim. Dat was berekenend heel slim. Dat, dat is Cobrelli, he, dat is bij uitstek Cobrelli. Dus wat jij zegt in de straten met die duizend... de 10 seconden springtjes per op, dat kan Cobrelli gewoon helemaal niet. Maar zo'n kassei is ook een beetje lezen, voelen, een beetje stokkeren en het juiste ritme hebben. Wie het nog meest energie over hebt. Ja. Je kan daar niet die duizend watt kwijt, wat hij ook op die klimmetjes kwijt kan. De klimmetje kan je ja. heel makkelijk. Eén uh, minuut maximaal gaan. doet maar eens een keer wind mee of een keer uh, wind tegen. Dat is al een wereld van verschillen. Dus ik met de Kersijstrook of op. Kersijstrook is een beetje zoals wind mee eigenlijk. Het is heel moeilijk om daar heel hard vermogen te leveren. Ja, maar je ja. Toch, toch zag je wel. Je hebt, je hebt helemaal gelijk hoor. Maar toch zag je wel. op momenten dat die de stroken ervoor al versnelde. Ja. Hij kon dat niet vasthouden. Hij viel heel snel weer terug in, in, in hetzelfde tempo als die anderen. Daarom dus En dus daarom kwamen... Nou ja, die Belg, die Vermeers, die kon je als prachtig voorbeeld nemen. Die, kon, die had de hele dag voorop Een goede van de pool. Vermeers kon nooit in zijn wiel blijven. Nee, nee maar niet. dat is wat je nu... Wat je zegt, zijn eigenlijk zelf. Hij gaat weg. Hij probeert aan te vallen. Maar ze komen heel makkelijk terug. Hij kan dus zijn vermogen eigenlijk niet kwijt op die Kassai ten opzichte van... Uh, een ja, maar hij had, hij had het vermogen ook niet. Ja, maar je... Dat is heel moeilijk om je vermogen op zo'n manier weg te krijgen. Dus ik heb wel op kersai gereden natuurlijk. En als je een diesel zijnde, dan kom je altijd alweer weer terug tuffen. Dus ik had altijd het voordeel van een grote motor. Net zoals wat Vermeer zo ook had van uh, ja gewoon blijven boren. Hè. Dan uh, kom je vanzelf weer terug. Het ja. maakt niet uit hoe goed of hard ze weg bij me reden. Ik kom altijd weer terug. Ja. En ik denk dat ze rug ook een. Uh, hij zal zelf van zeggen van niet. Maar ik denk dat ze rug ook. Uh, als je last van je rug hebt, dat, dat, dat kan niet binnen twee weken helemaal over zijn. Een, een lichte tinteling zullen, in je rug zal altijd invloed hebben op... Uh... We zullen het nooit weten. Hij was vandaag lekker aan het tennissen van de pool, dus hij zit in ja. zijn vakantiestijl. <laughs> Jongens, als we vorig jaar tegen elkaar hadden gezegd... Cobrelli wint de Parijs-Roubaix. Nou, had je het niet gezegd. Nee. Hadden we elkaar uitgelachen? Nou, hij is een outsider ja. altijd. Ja. Ik Roubaix. vond het een beetje zo'n poncheur. Ja, ja hij het was ook. de laatste jaren wel even goed, wel, hij viel niet op maar in de uitslagen kwam hij wel iedere keer wat korter, zeg maar. Maar ja, ik had dat ook zeker niet verwacht dat hij dit jaar uh, ja, dit was, al, allemaal kon winnen, had ik zeker niet verwacht. Nee. Ik heb wel een mooie anekdote. Ik, uh, ik was bij het WK en toen sprak ik Die Cobelia, vies gaf wat biertjes. En uh, toen zei ik tegen hem ik zeg. Uh, weet je nog, in 2017 dat we in Zwitserland een wedstrijdje reden. en daar waren jij voor de Italiaanse selectie en ik voor de uh, Nederlandse selectie, of 2008 in Toen zegt hij ja ja ja, hij had ons omgekocht om op kop te rijden en had hij ons allemaal 150 euro gegeven. Oh ja. <laughs> en Francesco Morser, de, de die, die was toen daar leider. En de Italianen die begonnen te verliezen en wij misten ook die grote groep met Telefili en zo. Ja, ja, en op een gegeven moment is hij naar de Nederlanders gegaan van nou willen je, je kop rijden krijg je allemaal 150 euro en dan uh, moet je het dichtrijden. Maar ja, wij hadden ook niemand mee dus ze gingen sowieso zo, zo rijden. Je zegt nou kom maar op kwam hier heel later met zijn handtasje zo zo'n buitentasje voor al die op een flappel twintig 20, die zijn twintig dat is een ronde in Italië nee in in uh, Zwitserland oh ja hier maar de, daar heeft hij geen etappe gewonnen nou, nee dat... nee nee want Mozart, die was daar die won hij daar werd ik in tweede daar ja Mozart won hier Mozart won ja uh, het algemeen klassement, maar hij was daar een beetje het mannetje met uh, een telefoon. Die kwam eraan lopen met zo'n ah, ja, ja. zo koffertje met twintig Oakleys en zo. Van, uh, yes, yes. Uh, en hij <laughs> kon er met zijn handtasje. <laughs> ja, Marcel die... voor uh, Luc Rowe en Vinnie uh, <laughs> ja. was uh, zesde. Ja. En uh, Dillier. Die, uh, die, 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 en jij was? Ik was uit Koers. Jij was uit Koers. Jij reed met Boeven en met Asselman ja. en Commandeur ja. en zinnige. Ja. Grappig. Ja. Dus het was mooi. Nou, hij, wist Oei, het nog, he. hij wist het nog. Hij wist het nog. Hij het uh... ah. <laughs> Hey jongens, uh, we gaan uh, dit uh, mooie World Tour jaar afsluiten. Maar uh, we gaan de komende weken natuurlijk uh, niet het aan afsluiten. Want we hebben nog heel veel mooie dingen te bespreken. We uh, zijn met heel veel mooie gasten bezig. Uh, ja, misschien kunnen we uh, Annemiek natuurlijk uh, super kloten dat ze nu uh, uh, een beetje dubbel pech is met die oorbel. En uh, later, uh, dan later uh, dan ook nog uh, ja, een breuk. Misschien kunnen we ook wel een keertje daar langs gaan met een uh, mooie, uh, uh, hoe zeg je dat, mooi boeket of een mooie fruitmand. Zo is het. En ja. uh, volgens mij kunnen we ook nog wat andere leuke, toffe gesprekken volgen. Uh, gaan uh, gaan uh, gaan doen de komende tijd. Dus ik kijk naar uit. Uh, voor nu, Peter. Nou ja, bedankt voor het luisteren. Okay. Ja, wat? Jij bent van de cijfertjes. Wat voor cijfer geeft het hele wielerseizoen? Nou, hele wielerseizoen. Ja. Ja, toch wel, een ondanks de verschuivingen en zoals uh, kijk, Roubaix heeft echt wel profijt ja. gehad van de verschuivingen. Ja, de en acht. Ik, uh, de acht mooi zeker doen. wel, want Ik heb ik weer gigantisch van genoten en uh, ik kijk nu alweer uit naar 2022. Ja, ja ik ook. Maar nou, wat ook mooi, wat een leuk feitje was, Mooi <laughs> ik bij Eurosport. Was het geloof ik de laatste 17, uh, wat was het, monumenten? Ja. Was maar één keer, één renner die de twee had gewonnen. Zo. Van de laatste 17 of 18. Wie was ja, dat? dat? Welke rennen was het? Ja, dat is Pocketje dan toch? Ja, los van de Lombardij was de Lombardij al oh, bezig. Oh, die één keer, twee keer dat het gehoord Gilbert? Ja, Gilbert, ja, ja. Nee. Van de Poel? Nee. Wie dan? Voelsang. Vogelsang, ja, die, die heeft Lommerdijen en Luik. Ja. Oh, Luik, vorig ja, jaar. Ja, ja, ja. Was 18 keer, dus dat is zeker drie of vier jaar. Ja, vorig jaar ja. natuurlijk. Luik en, uh, en uh, ja. Lommerdijen. Dit is jaar hebben we 17, dus het is dus, 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 best wel bijzonder. En dan twee denk. keer achter elkaar. Nou, Poketjan nu ook dan, ja. maar die komt erbij. Ja, en straden worden toch niet gezien als een monument nog. Maar bind me niet op vast. Ik had het gehoord uh, uh, op Eurosport, denk ik. Dan kan het mannentennis nog wel wat van leren. Ja, maar dan worden pellen, dat gaat het echt om grote monumenten. Ja, monumenten. Alle Echt de Grand Slam, zeg maar. Ja, de ja, laatste 17 of 18. Maar goed, als ik het fout heb, dan hoor ik er wel nog één we in. Ja, uh, in ja precies. Hé hey, uh, jongens, we gaan afsluiten. Zeker. Uh, bedankt voor het luisteren. Volg ons op Facebook, facebook.com, stadsarrièredelacours. Twitter, C, Instagram, podcast. Aria de Koers. Ga ook eens kijken op onze website ariadekoers.nl. En uh, ja, ga je binnenkort een wielerboek schrijven, uh, dan kun je altijd bij ons terecht natuurlijk, want uh, we staan er mooi in de nog beste feitjes. Nee, dat is natuurlijk een grapje. Nou ja, goed. Bedankt voor het luisteren en tot nou, de volgende. Wel doen. <laughs> Zeker. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Aria de Koers. La...